woord aan de heer Baudet namens Forum voor Democratie. Politiek is keuzes maken. Dit kabinet kiest ervoor om niet te investeren in pensioenen, in AOW en verzorgingstehuizen voor ouderen. Om niet te investeren in woningbouw, in veiligheid en betere salarissen voor onze politiemensen. Het kabinet kiest ervoor om de belastingen niet te verlagen voor hardwerkende Nederlanders, voor mensen met een broodjeszaak of een winkel. Voor mensen die de eindjes maar net aan elkaar kunnen knopen. Nee, daar is allemaal geen geld voor. Dit kabinet kiest ervoor om de beschikbare middelen niet uit te geven aan defensie, aan verbetering van het onderwijs in de publieke sector, aan kwaliteit van leven, aan gezondheidszorg, milieu en innovatie. Dit kabinet, het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, kiest ervoor om 1.000 miljard uit te geven aan klimaatwichelroederij. Alles moet ervoor wijken. 70% van onze energievoorziening moet duurzaam worden. Het staat in het klimaatakkoord. De heer Jetten. Ja, voorzitter, 1.000 miljard is gevallen. De laatste keer dat we een klimaatdebat hadden hier, heb ik aan de heer Baudet gevraagd dat hij zijn 1.000 miljard ook door de planbureaus zou willen laten doorrekenen. Zodat we vandaag bij het bespreken van het definitieve klimaatakkoord ook dat, nou ja, fabeltje met elkaar zouden kunnen ontrafelen. En de heer Baudet heeft toen toegezegd hier in dit debat dat hij dat zou doen. En mijn vraag is, wanneer komen de doorrekeningen van de plannen van Forum voor Democratie? Nou, het is leuk dat deze vraag wordt gesteld, want toevallig heb ik vanmiddag gecorrespondeerd met Pieter Boot van het PBL. Het blijkt dat het PBL graag bereid is om allerlei zaken door te rekenen. En het is alleen zo dat wij als Kamer een motie dan moeten aannemen waarin we dat instituut dat vragen. Dus ik zal in de tweede termijn inderdaad een motie indienen met het verzoek aan allerlei instituten om allerlei zaken door te rekenen. En ik ga ervan uit dat u dat dan ook zult steunen, meneer Jetten. Nou, voorzitter, ik zal de motie straks beoordelen, maar ik vind het wel jammer dat de toezegging van de heer Baudet van de vorige keer, dat hij zelf voor die doorrekening zal zorgen, wat de collega's Klaver en Asje wel hebben gedaan, dat dat nog niet gelukt is. De heer Baudet. Ja? De heer Klaver. Voorzitter, moties om dingen door te rekenen, ik ben er heel erg voor, dus daar gaan we volgens mij gewoon kamerbreed, kunnen we daar wel voor stemmen. Maar ik zou de heer Baudet ook echt mee dat willen geven. Fantastisch. Het Planbureau voor de Leefomgeving of het CPB, die zijn gaarne bereid om allerlei plannen van ons gewoon door te rekenen. Dus u kunt het gewoon opsturen met een kort briefje erbij. We zouden het heel fijn vinden als u hier even naar zou willen kijken en het zou kunnen doorrekenen. En dan gebeurt dat gewoon. Dus daar heeft u niet per se een motie van de Kamer voor nodig. Sterker nog, dat is een vrij vreemde route. Maar ik ben gaarne bereid om met u mee te kijken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. En dat we het gewoon vanavond nog kunnen opsturen wat mij betreft. De heer Baudet. We gaan van goed nieuws naar goed nieuws. Alles moet voor deze klimaatwichelroederij wijken. 70% van onze energievoorziening moet duurzaam worden. Dat staat in het klimaatakkoord. Dus heel Nederland komt vol te staan met windmolens en zonnepanelen. De industrie, de landbouw, de woningen. Ze worden vervolgens met enorme extra kosten en CO2-heffingen geconfronteerd, waardoor alles in Nederland duurder zal worden. Carola Schouten is daar blij mee. Onlangs bepleitten ze zelfs dat producten duurder moeten worden. Het is allemaal namelijk te goedkoop, vond zij. En dat zullen we weten. De koopkracht in Nederland daalt al jaren. Nederlanders hebben steeds minder te besteden, kunnen geen huizen meer vinden, geen gezin meer stichten. En over 10 jaar kunnen ze ook geen benzineauto meer kopen. Dat mag dan niet meer. Dus ze moeten aan de Tesla. En dat kost hen zelf niet alleen verschrikkelijk veel geld. Ook moet het hele elektriciteitsnet worden verdubbeld of verdriedubbeld om al die auto's op te laden 's avonds. Miljarden, miljarden, miljarden. En waarom zou je dat doen? Waarom?
Als Nederland deze gigantische operatie onderneemt, zal dat in het meest optimistische scenario, als alle alarmistische doemscenario's dus kloppen, 0,00007 graden minder opwarming betekenen. Voor 1000 miljard. Een totaal onmeetbaar en insignificant temperatuurverschil. Onze hele economie wordt opgeofferd voor 0,00007 graden minder opwarming. Als historici over 100 jaar terugkijken op onze tijd, dan zullen ze denken: wat bezielde hen? Is dit een grap? Hoe is dit mogelijk geweest? De heer Jetten. Ja, voorzitter, de 1000 miljard was net mijn eerste call, de 0,0007 graden nu mijn tweede. U mist een nul. Het is 0,00007. Ja, ik heb net van uw website gehaald. Dus u, op de website heeft u een nul minder dan als u het hier in gesproken woord doet. Maar mevrouw de voorzitter, kent de heer Baudet de gouden standaard die in de wetenschap wordt gebruikt? Ik weet niet precies welke gouden standaard de heer Jetten aan refereert. Ik ken ik weet niet wat u bedoelt, de gulden snede, dus de verhoudingen in de architectuur die... Voorzitter, ik zal de heer Baudet helpen, want terecht hoor, er zijn er waarschijnlijk meerdere. Ik ken de gouden standaard in het geld bijvoorbeeld, de goudstandaard. In de wetenschap wordt die gebruikt, voorzitter. En de laatste keer dat het was gedaan was bij het Higgs-deeltje, om vast te stellen hoe groot de kans is dat de wetenschap geen gelijk heeft. En dat hebben wetenschappers van over de hele wereld nu gedaan bij de vraag: hoe groot is de kans dat de opwarming van de aarde, de versnelling van die klimaatontwrichting, niet door de mens wordt veroorzaakt. Die kans, mevrouw de voorzitter, dat dat niet door de mens komt, is 1 op de 3,5 miljoen. En dat is 0,000029% kans. Ik weet niet precies waar de heer Jetten aan refereert, maar volgens mij is het onbetwist dat CO2 als stof op zichzelf een broeikaseffect veroorzaakt. En als u dat bedoelt, dat heb ik ook nooit betwist. Waar het om gaat is wat de impact is, hoe groot de impact is van dat ene broeikasdeeltje ten opzichte van alle andere klimaatbeïnvloedende aspecten die bestaan. Bijvoorbeeld de impact van wolken, de impact van zonnevlekken, de impact van allerlei andere natuurlijke cycli. Dus dat is vaak een beetje het misverstand als men het heeft over 97% en zo is het erover eens. En waar men het dan over eens is, dat is dat CO2 op zichzelf een broeikaseffect heeft. Maar dat is helemaal de discussie niet. Dat er een broeikaseffect bestaat, dat is heel gunstig, want anders was het hier heel erg koud op aarde. Dus dat een dampkring is, dat er iets van zonnewarmte blijft hangen, daar zijn we heel blij mee. Het gaat er alleen om hoe beïnvloedbaar is dat en hoeveel effect heeft een beetje extra CO2. Nou, voorzitter, inderdaad, klimaatverandering is van alle tijden. CO2 hebben we ook nodig om op deze planeet goed te kunnen leven. 97% van de wetenschappers zijn het er alleen over eens dat we door toedoen van de mens nu zoveel extra CO2 hebben toegevoegd. Dat er sprake is van klimaatontwrichting. Nee, dat is niet dus waar. Dus niet klimaatverandering. Dat is dus pertinent onjuist. Door de eeuwen plaatsen. Daar is absoluut geen... Nee, dat is niet en waar. En de kans dus, mevrouw de voorzitter, en dat is de gouden standaard, de kans dat die klimaatontwrichting niet door de mens wordt veroorzaakt, is 0,000029%. Nee, maar dat is niet waar. Dat is dus niet waar. Gaat u verder. Alleen al de provincie Gelderland heeft recent aangegeven dat het helemaal klimaatneutraal, zoals dat dan heet, maken van die provincie 200 miljard zou kosten. De stad Rotterdam becijferde dat het 50 miljard zou kosten om deze havenstad helemaal van het gas af te halen. Maar het betreft niet alleen Gelderland of alleen Rotterdam. Heel Nederland moet van het gas af. Alle kolen- en gascentrales moeten worden gesloten. Heel Nederland moet vol met windmolens en zonnepanelen. Alle auto's moeten worden vervangen door elektrische auto's. Alle boten, vliegtuigen enzovoorts. Onze hele economie moet op de schop. 75% van de Nederlandse huizen heeft een C-label of lager. Het potdicht isoleren van deze woningen om ze van het gas af te kunnen halen en ze te kunnen verwarmen met warmtepompen kost gemiddeld tussen de 25.000 en de 100.000 euro per woning. En als mensen het niet kunnen betalen, dan moeten ze maar een lening afsluiten bij het Klimaatfonds. Mijn goede vriend Peter R. de Vries zou dit afpersing noemen. Ondertussen
in de rest van de wereld. 4 miljard Afrikanen die een airco willen. Miljoenen mensen in India die een auto willen. Tientallen miljoenen mensen. Rusland, de VS, Turkije, Iran, Australië enzovoorts. Ze gaan gewoon door met het bouwen van kolencentrales. Ze gaan gewoon door met een op fossiele brandstoffen gebaseerde economie. Wij zijn voor echte innovatie. Laat daar geen misverstand over bestaan. Voor het investeren in nieuwe technologieën. Voor thoriumreactoren. Voor watermanagement. Voor van de Nederlandse universiteiten, ook onze technische universiteiten, de beste universiteiten ter wereld maken. De beste kenniscentra. Laten we investeren dat wij binnen 10 jaar... in 2030 Harvard voorbijstreven in innovatie. Laat Nederland de beste dijkenbouwers ter wereld leveren en de beste katalysators aan al die landen die nog aan de benzineauto moeten verkopen. Laat ons land de slimste technieken uitvinden om overal in de wereld geld te verdienen aan alles wat mensen maar willen hebben. Maar offer onze economie niet op aan het implementeren van onvoldragen, niet renderende technologieën. Dit klimaatakkoord, mevrouw de voorzitter, is de langste zelfmoordbrief uit de Nederlandse geschiedenis. Het doet de Nederlandse economie de strop op om. Het maakt het onmogelijk voor ondernemers om nog te ondernemen. Het maakt het onmogelijk voor mensen om zich nog te bewegen, omdat auto's rijden onmogelijk wordt. Het maakt het onmogelijk om dingen te produceren. Wij moeten ons hier tegen weren. De heer Van Raan. Vraag aan de heer Baudet. Nou, houdt de heer Baudet een pleidooi voor de beste universiteiten, de beste wetenschappers, de beste innovatie, de brightest minds. En het zijn nou ook net een groot deel van die wetenschappers, die universiteiten, die innoverende wetenschappers, die zeggen klimaatverandering wordt echt door de mens gedreven. Ik kan het niet rijmen. Wat wilt u nou eigenlijk? Wilt u nou wetenschappers die zich plooien naar uw fantasieën en waanbeelden? Of wilt u echt de beste, de slimste wetenschappers hebben? Wat wilt u nou? De heer Baudet. Het punt is dat zelfs als je het allemaal gelooft wat alarmisten beweren, en ik verzet me ten andermaal tegen de suggestie dat iedereen het erover eens zou zijn, dat is pertinent onjuist. Er bestaat een zeer levendige discussie onder mensen die zich bezighouden met oorzaken en de gevolgen van klimaatveranderingen. Want dat is ook nog eens een keer helemaal onduidelijk. Als het waar zou zijn dat door toedoen van de mensen het een beetje warmer wordt, dan nog eens de vraag, wat is de beste manier om daarop te reageren? Kunnen we niet ook via adaptatie van alles nog wat doen? Maar goed, als het allemaal waar zou zijn, zelfs als dat zo is, dan nog is het volstrekt absurd en irrationeel om als Nederland, dat hele kleine landje dat wij zijn, in ons eentje, quasi, van het gas af te gaan, van alle kolencentrales af te gaan, omdat de rest van de wereld niet meedoet. Dus als het waar is, dan zou het een mondiaal probleem zijn, als het een probleem zou zijn. En wat je dan moet doen, is investeren in nieuwe technologieën. Dat doe je door ze te ontwikkelen. Dat doe je niet door ze te implementeren als ze nog niet voldragen zijn. De heer Van Raan, tot slot. Ja, tot slot. De heer Baudet en mijzelf en meerdere anderen. Er is niets wat ik kan zeggen tegen de heer Baudet, wat hem zou overtuigen dat hij naast zit. Dat is het kenmerk van een geloof. Terwijl er genoeg is wat hij tegen mij kan zeggen, waar ik denk, hey, hij heeft gelijk. Maar dat is niet het geval. Goed. En dat is het verschil tussen wetenschap en geloof. En dat heeft de heer Baudet helaas niet door. De heer Hierma. Ja, de heer Baudet zei net tegen de heer Jette dat het zo zou zijn dat 97% van de wetenschappers het erover eens is dat CO2 een broeikaseffect heeft. Maar er zijn grootschalige studies gedaan die het gelijk van de heer Jette onderstrepen. 97% van de wetenschappers, onderzoek naar 12.000 publicaties gedaan, onderschrijft dat de opwarming door de mens veroorzaakt wordt. Onderschrijft de heer Baudet dat de lezing van de heer Jette klopt en niet degene die hij zojuist zelf gaf? De heer Baudet. Ja, ik denk dat ik weet naar welk onderzoek de spreker verwijst. De heer Heerma. De heer Heerma. Ja, en hij sprak net.
En dat onderzoek is onderuit gehaald. Dat blijkt dus inderdaad opgezet te zijn om tot een bepaalde conclusie te komen. Waarbij er gewerkt is met, want dat moet je kwantificeren natuurlijk. Dus je neemt een x-aantal papers. En vervolgens ga je die indelen in categorieën waarbij je de ene auteur indeelt in gelooft een beetje dat de opwarming door de mens komt. Een ander deel gelooft het behoorlijk veel. Een ander deel gelooft het heel erg. En een ander deel is er helemaal zeker van enzovoort. En als je dat gaat bekijken, hoe dat ingedeeld is, dan is daar heel duidelijk gestuurd op, we moeten eruit komen dat we bij dat getal uitkomen. En als je het gaat berekenen, dan kom je op een heel ander getal. Als je het gaat kijken wat ze precies daadwerkelijk geloven. Dus als het artikel is van, de naam is even ontschoten, kunt u de auteur zeggen van dit artikel? Want dan weet ik of we het over hetzelfde artikel hebben. Het artikel heet Consensus on Consensus. Jawel, maar wie heeft het geschreven? Het is kwart voor ja, elf. Ja, precies, het artikel van Cook. Ja, dat dacht ik al. Ja. De naam was me even ontschoten. Maar dat is inderdaad, en ik heb het namelijk in een van mijn vorige speeches ook uitgeciteerd. Dus we hebben het dan over hetzelfde artikel. Volgens mij heeft Alexander Kops het ook een keer besproken en onderuit gehaald. Volgens mij de heer Wilders ook al een keer. Het is een bekend artikel van een klimaatalarmist. En het is in de wetenschappelijke literatuur, waar zo veelvuldig aan wordt verwezen in het debat, inderdaad al onderuit gehaald. Ja. Dus ook alle andere studies die daarna zijn verricht, die tussen de 90% en 100% consensus constateren, ook daarvan zegt de heer Baudet, dat klopt allemaal niet. Kunt u iets specifieker zijn? Welke studies denkt u aan? Dus er zijn er diverse. Ja, kunt u eentje noemen, want anders is het zo vaag, hè? Nou ja, u heeft zelf volgens mij van de week nog een studie uit 2013 aangehaald, die ook daarna herhaaldelijk weerlegd is. Maar mijn vervolgvraag gaat over de consensus die er in de rest van de wereld is. Want als het zo is, waar dus in de wetenschap hele grote consensus over is, dat de opwarming van de aarde door mensen. Nou, dat is dus niet zo. Nee, maar dat is dus niet zo. Meneer Baudet, heeft het. 197 landen in de wereld ondertekenen het akkoord van klimaat. Hebben al deze landen het dan totaal verkeerd begrepen? Welk akkoord? Het akkoord van klimaat? Het klimaatakkoord van Parijs is ondertekend aanvankelijk door 196 landen. En daar is er nog één bijgenomen. Het zijn het 197 landen in de wereld. Dat zijn bijna alle landen in de wereld. Die hebben het allemaal ondertekend. Die zeggen, ja, maar goed, het is zo. Ja, Zitten al deze landen daarnaast? Ja, nou, Saoedi-Arabië heeft ook de conventie over de rechten van vrouwen ondertekend, weet je. Dat zegt niet zoveel. De heer, maar tot slot. De wetenschap zegt dat het door de mens veroorzaakt wordt. Nee. Alle landen nee, dat in de wereld, zegt de wetenschap 197 niet. Landen in de wereld ondertekenen dit klimaat. En de heer Baudet zegt, het is hekserij. Het is een quasi-sectarisch genootschap dat op mystieke redenen dit wil. Hoe komt de heer Baudet erbij? Al die landen spookrijders of is de heer Baudet zelf? De heer Baudet. Ja, voorzitter, er is een groot verschil tussen wat landen in allerlei internationale gezelschapsspellen zoals de VN en zo allemaal beloven en wat ze daadwerkelijk geloven. Ik noemde al het voorbeeld van Saoedi-Arabië dat een warm pleitbezorger schijnt te zijn van de rechten van vrouwen. Dat geloof ik ook voorzitter of vicevoorzitter is van de Mensenrechtenraad. En nog een paar van dat soort dingen. Dus er is een enorme kloof in de internationale politiek tussen waar men dan wel zijn handtekening onder wil zetten en wat men daadwerkelijk gaat implementeren. Als je ook kijkt naar wat een groot deel van die landen in de aanvullende protocollen, want je hebt niet alleen het akkoord, je hebt ook nog dat tweede document, dat zijn al die protocollen. Wat ze daar dan zeggen dat ze daadwerkelijk willen gaan doen, dan blijkt dat veel minder te zijn. Dus ze ondertekenen het misschien wel, maar dan zeggen ze daarbij, wij zullen op onze eigen manier invulling geven aan dit. Of zoals China zegt, China beschouwt dit als wat is ook weer het woord? Wij beschouwen dit als een aanbeveling die op geen enkele manier bindend is. En het is een mooie streven en we zullen op onze eigen manier kijken wat we ermee zullen doen. Dus als je daadwerkelijk preciezer gaat kijken en niet alleen de krantenkoppen herhaalt, dan blijkt dus dat daar helemaal niet een wereldwijde inspanning of zo. Er zijn een aantal landen, zoals Nederland, die op een aantal gebieden bezig zijn zelfmoord te plegen. Het ene is massale immigratie, het andere is dit klimaatbeleid. En ik denk dat het inderdaad volstrekt irrationeel is, dat het volstrekt onverstandig is. En ik vind dat wij echt een beleidsverandering moeten bewerkstelligen. Dit kabinet heeft het referendum de burger ontnomen. De burger kan dus nu niet direct zijn mening geven over dit klimaatakkoord. Ik ben er alleen van overtuigd dat als dat wel zo zou zijn, dat men in overweldigende aantallen zou stemmen
tegen deze klimaatwet en tegen het daaruit voortvloeiende klimaatakkoord. Ik vermoed zelfs dat dat een van de redenen is dat dit kabinet in ijltempo dat referendum heeft afgeschaft, omdat men wel aanvoelde van we kunnen de maatregelen die we willen doordrukken er Dank nooit wel, doorheen meneer. Krijgen als wij niet ja. dat referendum eerst killen. Maar er komen natuurlijk Tweede Kamerverkiezingen aan. Ik ben ervan overtuigd dat de Nederlandse bevolking dan zijn stem weer zal laten horen. En tot die tijd zullen wij dit geluid laten horen. We hebben overigens, Dank mevrouw wel, de voorzitter, een Dank intrekkingswet gereed. Dus als wij onderdeel worden van de coalitie Dank na de volgende wel. Verkiezingen, dan is dat een van de allereerste dingen die wij zullen indienen. Dit klimaatakkoord en de klimaatwet die eronder ligt, zal en moet van tafel. Dank u wel. Dank u wel. Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van de eerste termijn van de Kamer. Ik schors de vergadering tot 10:55.